De tweede les van PC Privé. Dag dames en heren, welkom bij deze tweede les van de cursus PC Privé. In de vorige les hebben we een begin gemaakt met de behandeling van MS-DOS, het besturingssysteem waar we in deze cursus van uitgaan. Zo'n besturingssysteem vormt de schakel tussen de computer zelf en de toepassingsprogramma's, zoals bijvoorbeeld de tekstverwerker. Kennis over MS-DOS is nodig, omdat je in feite ook systeembeheerder bent als je als PC Privé gebruiker over een eigen computer beschikt. We vertelden u de vorige keer dat er bij MS-DOS twee soorten commando's zijn. De interne en de externe commando's. De interne commando's zitten, zoals we gezien hebben, in het DOS-programma command.com. DOS heeft daarnaast nog twee programma's nodig en hoewel je ze met dir niet ziet, staan ze wel degelijk als hidden of verborgen bestanden op de schijf. Als de PC aanstaat, blijven deze dan ook in het RAM-geheugen van de computer aanwezig. En ook de in de command.com aanwezige interne commando's blijven constant beschikbaar. Ook al haal je bijvoorbeeld de DOS-schijf uit een van de drives. Dat geldt niet voor de externe DOS-programma's. Die moeten, als u ze nodig heeft, steeds apart van schijf geladen worden. In deze les gaan we eerst verder met de interne commando's en daarna komen een aantal externe aan de beurt. Verder behandelen we andere zaken zoals de bestandsorganisatie met behulp van directories en het maken van batchfiles. En aan het einde van het programma laten we u zien hoe je de Teliac-software die bij deze cursus geleverd wordt, installeert. Wij gaan nu eerst verder met de demonstratie van het gebruik van een aantal interne commando's. En we gebruiken voor de demonstraties een computer met een 3,5-inch disk drive A genaamd en een 5,25-inch disk drive B en nog een harddisk C. Voorlopig doen we alle demo's vanuit drive A naar drive B om het ook interessant te houden voor de gebruikers van een systeem met alleen een dubbele disk drive. Voor het gebruik van de commando's maakt dat natuurlijk niet uit. We hebben de computer opgestart met de DOS-schijf in drive A. Dus de interne DOS-commando's zijn nu geladen. Daarna wordt deze DOS-schijf er weer uitgehaald. In drive B zit een lege geformateerde schijf. Er staan geen bestanden op. Op dat formateren, het klaarmaken van een schijf voor gebruik, komen we straks nog terug bij de externe commando's. In drive A hebben we vervolgens een diskette geplaatst met een aantal tekstverwerkingsbestanden en wat tekeningen. De inhoud van deze diskette hebben we zichtbaar gemaakt met het commando dir. Nu zouden we graag een kopie willen maken van het bovenste bestand. Brief 1 Jan Dok. En dit op de diskette in drive B plaatsen. Dit kan met behulp van het interne commando copy. We typen dan in na de A-prompt copy brief 1 jan.doc. Dat is de bestandsnaam. En vervolgens spatie B dubbele punt. De B is het diskettenstation waar we het bestand heen willen hebben. En geven daarna een return. De computer reageert dan door te zeggen dat hij één bestand gekopieerd heeft. Je kunt dit controleren door even de directory van B op te roepen door dir spatie B dubbele punt in te typen. De directory van B wordt getoond en we zien dat het betreffende bestand gekopieerd is. We maken nu eerst even het scherm weer schoon met CLS en typen opnieuw dir in, want we willen u laten zien dat je ook alle brieven aan Jan in één keer kunt kopiëren. Het enige verschil in de bestandsnamen zit hem in de 1, 2 en 3. En daar kunnen we handig gebruik van maken. We typen in copy, brief, vraagteken, Jan, punt, doc, spatie, B, dubbele punt. En alle drie de brieven worden dan in één keer gekopieerd. Zo'n vraagteken wordt ook wel een wildcard of joker genoemd.
Na het geven van een return laat de computer zien welke bestanden hij kopieert en daarna vertelt hij dat hij in totaal 3 bestanden heeft gekopieerd. Stel dat we nu alle bestanden met de extensie doc willen kopiëren. Dan kan ook dat heel gemakkelijk. In plaats van het eerste gedeelte van de bestandsnaam tik je een sterretje en dan punt doc spatie b dubbele punt. En automatisch worden alle bestanden met de extensie doc naar de B-schijf overgezet. Het zijn er totaal 6. Nu kan het zijn dat we alle bestanden van de A-schijf willen kopiëren naar de B-schijf. Ook dat is geen probleem. Je typt dan in copy ster punt ster spatie b dubbele punt. En alle 9 bestanden worden gekopieerd. Een volgend intern commando is del, afkomstig van het Engelse woord delete, dat wissen betekent. Typen we bijvoorbeeld del brief 2 Jan doc in, dan wordt dit bestand zonder enige waarschuwing gewist. In de directory is het dan ook verdwenen. Hetzelfde doet het commando erase. Ook dit betekent wissen. Delete en erase zijn voor de computergebruiker dus 2 gevaarlijke commando's. Vooral als u ze net als met copy, met wildcards of jokers gebruikt. Met del sterretje punt tech zijn ineens alle bestanden met de extensie tech van schijf verdwenen. En met del sterretje punt sterretje is alles foetsie. Maar bij dit laatste commando vraagt de computer u wel of u het zeker weet. Zegt u ja, dan is alles verdwenen. Zegt u nee, dan gebeurt er niets. Ja, dames en heren, geloof me, ondanks deze waarschuwing van de computer gebeurt het ons allemaal wel een keer dat het net op het verkeerde moment toch nog fout gaat. Daarom een tip. Wees zeer voorzichtig met het commando del ster punt ster. Vooral bij het gebruik van een harde schijf kan het soms desastreuze gevolgen hebben. Bij het gebruik van diskettes heb ik in dit kader nog een andere tip. Als u bijvoorbeeld een programmaschijf hebt waarvan absoluut niets gewist mag worden, geef hem dan een schrijfbescherming. Bij een 5,25 inch floppy plak je dit gaatje dan af met een van de bijgeleverde stickers. En bij deze 3,5 inch diskettes kun je met behulp van dit kleine palletje ook een schrijfbescherming aanbrengen. Ga je dan wat roekeloos om met del ster punt ster, dan kan de computer niets beginnen. Hij heeft, zoals hij zelf ook zegt, een schrijfbescherming. Wij gaan nu verder met nog een aantal andere interne commando's. Soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de naam van een document. Met het commando ren, afkorting van rename, kun je dan de naam veranderen. Je typt dan bijvoorbeeld in ren, verslag 1 doc, spatie, rapport 1 doc. Kijk je daarna in de directory, dan is de naam van het bestandverslag inderdaad veranderd in rapport. Dan gaan we nu voor harddiskgebruikers, maar ook voor gebruikers van hoge densiteitsdiskettes, een onmisbaar commando behandelen. Op deze schijf staat een groot aantal bestanden. Eigenlijk is dat wat onoverzichtelijk, hoewel de chaos op een harde schijf nog erger kan zijn. Daarom is het handig en overzichtelijker om deze bestanden in zogenaamde directories onder te brengen. Deze directories zou je kunnen beschouwen als ordners. Zo zou je in dit geval 1 directory kunnen maken voor brieven, 1 voor rapporten en 1 voor verslagen. Dit doe je als volgt. Je typt in MD, is Make Directory, spatie, brieven en druk daarna op de Enter-toets. Dan typ je in MD rapporten en vervolgens MD verslagen. Als je nu de directory van schijf A oproept, dan zie je daar staan brieven met tussenhaakjes dir, rapporten met tussenhaakjes dir en verslagen met tussenhaakjes dir, als teken dat het hier om directories gaat. Bij rapporten en verslagen is de N eraf gevallen,
omdat DOS geen directory-namen accepteert die langer zijn dan 8 letters. Willen we nu kijken wat er in de directory brieven staat, dan typen we in cd brieven. Cd betekent change directory, verander van directory dus. De computer doet dat zonder dat je er verder iets van ziet. Maar als je dan vervolgens een dir geeft, dan tref je in deze directory brieven 2 standaard directory files aan met stippen. Maar verder staat er nog niets in. We zullen de brieven vanuit de hoofddirectory er naartoe moeten kopiëren. Dat gaat als volgt. Eerst moeten we terug naar de hoofddirectory. Daarvoor typ je in cd backslash. Met deze backslash gaat hij terug naar de hoofddirectory. Dan geven we nog even een dir-commando en bekijken welke bestanden er naar de brieven-directory moeten. En typen dan in copy, brief, vraagteken, Jan, punt, doc, spatie, a, dubbele punt, backslash, brieven. Daarmee geef je aan dat alle brieven aan Jan naar schrijf A naar de directory brieven gekopieerd moeten worden. De backslash geeft hier aan dat brieven in de hoofddirectory staat. De computer gaat onmiddellijk kopiëren en laat zien welke bestanden hij kopieert. Hetzelfde kun je doen met de verslagen. Daarna doe je dit ook met de rapporten. We hebben het beeld hier wat ingekort. Gaan we nu met cd naar de directory brieven en geven een dir, dan zien we daarin keurig de zo even gekopieerde bestanden staan. Is dit allemaal gecheckt, dan kunnen alle brieven, verslagen en rapporten uit de hoofddirectory gewist worden met del sterretje punt doc. Geven we dan weer een dir, dan zien we hoe keurig de schijf is opgeschoond. De zaak is er veel overzichtelijker door geworden. Alleen de directories zijn zichtbaar. Nu is het natuurlijk wel belangrijk dat zo'n schijf of harddisk op orde blijft. Soms zijn directories met inhoud helemaal niet meer nodig. We zullen de directory met brieven als voorbeeld gaan verwijderen. We moeten daarvoor eerst naar de directory brieven met cd brieven en geven een dir. Dan wissen we alle bestanden met del ster punt doc of del ster punt ster. En leeg is de directory. Dan moeten we terug naar de hoofddirectory met cd backslash en typen in rd brieven. Rd is remove directory, dus haal de directory weg. Geven we dan weer een dir, dan is de directory brieven verdwenen. Dit commando rd werkt overigens alleen maar als de directory leeg is. In de directory rapporten zitten bijvoorbeeld nog een aantal rapportbestanden. Zeggen we nu rd rapporten, dan zegt de computer dat we hem een ongeldig pad opgeven, dat er geen index is of zoals in ons geval deze index niet leeg is. Nu was dit maar een eenvoudig voorbeeld van de bestandsorganisatie met behulp van directories, maar het vormt een goede basis voor uw kennis op dit gebied. In het cursusboek hebben we uitgelegd hoe je een harde schijf met veel programma's en bestanden kunt indelen. Daarbij wordt ook verteld hoe je bij directories weer subdirectories en zelfs sub-subdirectories kunt maken en ook hoe je met het interne commando prompt goed wegwijs op de harde schijf kunt blijven. Denk erom dat als de harde schijf inderdaad een chaos is, zoals helaas bij de meeste PC-gebruikers het geval, op den duur programma's niet meer naar behoren kunnen werken. We hebben nu de belangrijkste interne commando's gehad en gaan daarom nog een paar belangrijke externe commando's wat nader bekijken. Kijken we via dir even naar de inhoud van de DOS-schijf, dan zien we daarop heel wat bestanden staan. We zien daarbij onder andere format, diskcopy, xcopy, enzovoort, enzovoort. Je kunt ze gebruiken door de naam in te toetsen. We beginnen met format. Nieuwe disketten, zo uit de doos, zijn zoals de meesten van u zullen weten niet bruikbaar voor de computer. Stop je zo'n diskette in een disk drive, dan geeft de computer een foutmelding. En laat ons de keuze de zaak af te breken, te herhalen of over te slaan.
Omdat wij weten dat het nergens toe leidt, kiezen we voor afbreken. Diskettes moeten namelijk eerst, zoals dat heet, in sectoren en tracks onderverdeeld worden. Deze voorbereiding heet formatteren en gaat als volgt. Je typt in format spatie B dubbele punt en geeft een return. De computer vraagt dan een nieuwe diskette in disk drive of station B te plaatsen en op enter te drukken om verder te gaan. Dat doen we en hij gaat aan het formatteren. In het Nederlands ook wel indelen genoemd. Je ziet hem werken. Achter de tekst, lees, schrijfkop wisselen de ene en nullen elkaar af. En achter het woord cilinder loopt het getal afhankelijk van de disk drive en de gebruikte diskettes steeds verder op. Hierna zegt hij dat het indelen voltooid is en vertelt iets over de capaciteit die de schijf heeft. Daarna vraagt hij of je ja of nee nog een diskette wilt indelen. Wij kiezen voor nee, want we willen eerst wel eens even zien wat er nu met de schijf in de B-drive gebeurd is. We zien dat er geen bestanden op staan en dat de diskette ook geen label, ook wel volume genaamd, heeft. Dit laatste kun je overigens, als je voor het formatteren al een naam voor de diskette weet, direct na het formatteren aanbrengen. Je typt dan in format spatie B dubbele punt slash V. De parameter V is voor het aanbrengen van een label en drukt op enter of return. Het hele formatteringsritueel herhaalt zich. Wij hebben dat wat ingekort. Nadat het indelen voltooid is, vraagt de computer of je achter de dubbele punt een naam voor de diskette wilt intypen. Wij kiezen voor PC Privé. Daarna wordt weer iets over de schijfcapaciteit gezegd en gevraagd of je nog een diskette wilt indelen. We zeggen opnieuw nee, maar geven wel even een dir B. En nu zien we dat de computer de diskette inderdaad de naam PC Privé heeft meegegeven. Verder is er voor mensen die niet over een harddisk beschikken nog een mogelijkheid bij format. Je kunt namelijk ook de command-com en de hidden files van MS-DOS automatisch laten overzetten na het formatteren. Dit kan heel handig zijn als je van de nieuw te formatteren schijf een programmaschijf gaat maken. Je typt dan achter format B, dubbele punt, slash V, ook nog slash S in. De S is een parameter voor het overzetten van het systeem. Ook dit formatteren hebben we weer wat ingekort. De schijf hebben we de naam teksten meegegeven. En we zien dat de computer automatisch het systeem op de schijf overgezet heeft. Geven we nu een dir B, dan zien we dat de schijf teksten heet en dat inderdaad de command-com erop staat. Deze neemt echter maar ruim 25.000 bytes in beslag, terwijl na het formatteren werd gemeld dat er ruim 78.000 bytes aan systeembestanden zijn besteed. Hiermee is dan het bestaan van de zogenaamde hidden files bewezen. Deze zijn overigens voor de gebruiker niet interessant, maar het bewijst wel dat je om een programmaschijf te maken niet alleen de command-com kunt kopiëren. Dan zijn we nu toe aan het externe commando diskcopy. Hiermee kunnen, zoals het woord al zegt, hele diskettes gekopieerd worden. Voor het maken van bijvoorbeeld reservekopieën is dit heel handig. Je typt in diskcopy A, dubbele punt, B, dubbele punt. En de computer gaat aan het werk. Terwijl hij daarmee bezig is, geeft hij een foutmelding. Hij zegt dat de stations niet uitwisselbaar zijn. Dit komt omdat het programma DiskCopy alleen maar werkt als de drives 100% identiek zijn. En zoals u weet beschikken wij over een 5,25 inch drive en een 3,5 inch drive. En DiskCopy van A naar B werkt dan dus niet. Maar geen man overboord, we zeggen gewoon diskcopy A, dubbele punt, A, dubbele punt. En de computer vraagt de brondiskette in drive A te stoppen. Vervolgens gaat hij deze gegevens van schijf inlezen. Daarna vraagt hij om de doeldiskette in dezelfde A-drive te plaatsen en kopieert de gegevens daar naartoe. Omdat je je tijdens dit kopiëren kunt vergissen met de diskettes, kun je overigens het best de brondiskette even op de schrijfbeveiliging zetten. Er kan dan niets misgaan,
Want, en dat is heel belangrijk om te weten, het commando Discopy formateert een schijf opnieuw terwijl hij de bestanden kopieert. In het begin van deze les hebben we u het interne commando copy laten zien. Dit kopieert, zoals we zagen, de bestanden stuk voor stuk. Dit kan heel wat tijd kosten als het veel bestanden betreft. Om dit op te lossen is er aan wat recentere DOS-versies het programma Xcopy toegevoegd. Je typt in Xcopy ster punt ster spatie b dubbele punt en in één keer worden de bronbestanden ingelezen. Daarna worden ze gezamenlijk weggeschreven. Een ander voordeel van Xcopy is dat je er ook directories mee kunt kopiëren. Hier hebben we een schijf met gewone bestanden en directories. Omdat Xcopy een extern commando is, moet de computer het ergens kunnen vinden op de harde schijf of op de brondisketten. Voor deze demonstratie hebben wij Xcopy even naar de brondisketten gekopieerd vanaf de DOS-schijf. Door nu in te typen xcopy ster punt ster b dubbele punt slash s kan hij gebruik gaan maken van xcopy en door de extra parameter s neemt hij ook de directory structuur mee. Op deze manier is het een fluitje van een cent om de directory structuur bij het kopiëren te handhaven. Dan gaan we nu een voorbeeld van een batchfile laten zien. Batchfiles kun je met heel veel besturingssystemen maken, dus ook met MS-DOS. Deze files bieden de gebruiker de gelegenheid om een aantal commando's in een zogenaamde commando-batch, of letterlijk commando-stapel, te combineren. We gaan op onze DOS-schijf een startbatch maken. Je typt dan in copy con spatie start punt bat. Copy con betekent zoveel als kopieer vanaf het toetsenbord, in het Engels de console, naar een batchfile genaamd startbat. De extensie bat is DOS bekend en hij weet dan dus ook dat het om een batchfile gaat. Eerst tikken we CLS, omdat de computer na de start van de batch allereerst het scherm van ons moet schoonmaken. Daaronder tik je dat je de commando's wilt zien als ze worden uitgevoerd. En daarvoor geef je het commando echo on. Vervolgens wil je bijvoorbeeld de versie van DOS zien. En daarvoor wordt het commando ver ingetypt. En omdat je even de tijd wilt hebben om het te lezen, typ je pauze. Vervolgens wil je bijvoorbeeld zien hoe de diskette heet. Daarvoor tik je het commando vol. Ook weer gevolgd door een pauze. Daarna hoeven we niet meer precies te weten wat de PC doet en geven het commando echo off. Ten slotte moet de directory weergegeven worden en daarvoor typen we dan ook dir in. In onze optiek is de batchfile nu klaar en kan opgeslagen worden. Het DOS-afsluitcommando daarvoor is Ctrl-Z. Daarna geven we een return. De computer zegt vervolgens dat hij één bestand gekopieerd heeft naar schijf. Dat gaan we nu controleren op de A-schijf. En inderdaad, daar staat nu de startbat. Typen we nu in start, dan wordt deze batchfile automatisch afgewerkt. De extensie bat hoeft niet ingetypt te worden. Dat het een batchfile betreft, weet de computer automatisch. We krijgen eerst te zien dat de computer razendsnel het scherm schoonmaakt. Daarna laat hij ons inderdaad de DOS-versie zien. Om de leespauze op te heffen, moet je op een willekeurige toets drukken. Vervolgens komt het label van de diskette tevoorschijn. Druk je dan opnieuw op een toets, dan geeft die tot slot, zoals opgegeven in het batchfile, de directory. Wij gaan nu verder met de installatie van de Teliac software. En we gaan erbij uit van de twee 3,5-inch diskettes in verband met de tijd, maar de installatie van de vier 5,25-inch diskettes gaat praktisch op dezelfde manier. We kiezen voor installatie op een harde schijf C en onze programmaschijf gaat in diskettenstation B. De computer is opgestart vanaf de harde schijf. En vervolgens gaan we naar drive B en stoppen daar schijf 1 van de Teliac-software in. We tikken TS en de Teliac-software wordt, zoals we zien, geladen. Na korte tijd vraagt de computer om de andere schijf met de tekst System erop.
De TS-schijf halen we uit de drive en stoppen er de systemschijf in. Vervolgens drukken we, zoals gevraagd, op een toets. Helaas, de zaak is mislukt. Er verschijnt een egaal grijs scherm, zoals in dit geval. Of hij geeft de melding No Graphic Card. Dat betekent dat hij denkt dat we geen grafische kaart hebben. Nu is dat wel het geval. We weten zeker dat we een EGA-kaart hebben. Dus we moeten maar opnieuw beginnen. We hebben de computer opnieuw gestart en stoppen daarna weer de TS-schijf in de drive. In de handleiding staat dat als hij een grijs beeld geeft of de melding No Graphic Card, dat we dan even na moeten zien welke parameter we na TS moeten geven voor ons type grafische kaart. Voor onze EGA-kaart is dat E. Het ritueel herhaalt zich. Na de TS-schijf vraagt hij om de systemschijf. Deze stoppen we erin. En na korte tijd start het programma automatisch op. Op het scherm staan drie keuzes. A is start, B is demonstratie, C is installeer. Starten heeft voor ons nog geen zin. We kunnen wel even uit nieuwsgierigheid voor B kiezen, want dan kunnen we alvast wat kennis maken met het programma. We onderbreken echter deze demonstratie door op F10 te drukken en kiezen voor C. Want het programma moet natuurlijk eerst geïnstalleerd worden. Het programma stelt dan zelf voor om een en ander naar een directory TS op C te kopiëren. Indien gewenst kan aan deze directory een andere naam gegeven worden. En ook kan een andere drive benoemd worden door dit op de plaats van het donkere blokje in te typen. Wij gaan echter akkoord met de directory TS op C en geven een return. Dan vraagt hij nog of we het echt zeker weten. We tikken J in van ja. Nu worden alle directories van de disketten naar de harddisk gekopieerd, met uiteraard de daarin opgenomen bestanden. Omdat dit enige tijd duurt, hebben we deze beelden wat ingekort. Als hij de systemschijf klaar heeft, dan vraagt hij om de andere schijf waar boot op staat. Ook die stoppen we erin en hij gaat weer aan het werk. Ook dit hebben we wat ingekort en u ziet dat de computer op het einde meldt dat de installatie geslaagd is. We kunnen nu op een toets drukken en het programma staat ons ter beschikking. Althans, voor diegenen die geen muis hebben. Zij kunnen het programma nu probleemloos met de cursortoetsen bedienen. Door de Escape-toets in te drukken, kun je de bovenste commandoregel zichtbaar maken. Is dat gebeurd, dan verschijnt daar een pijltje dat met de cursortoetsen naar links en naar rechts is te bewegen. Door bijvoorbeeld dit pijltje naar links te bewegen, kun je op het woordje TS gaan staan. Geef je vervolgens een Enter of Return, dan verschijnt er een zogenaamd pull-down menu. De daarin vermelde keuzes kun je met de cursortoets met het pijltje naar beneden bereiken. Zo kun je kiezen voor de keuze einde. En hiermee kom je terug in DOS. Waarover de radioles van deze week gaat, hoort u zo meteen. Graag tot de volgende keer. De tweede radioles kunt u aanstaande donderdag beluisteren. 'S Avonds om 9:15 op Radio 5.